Uiteindelijk was het muis en muisstil hier in de Kuip in Rotterdam. Op de tribune dus ook de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. Mislukte paas van Venović. Snel weggegeven die bal door Gutierrez. El Amadi kan misschien gaan schieten. Elia. En de kans en de goal. Gustafsson. Feyenoord heeft een vroege voorsprong. Simon Gustafsson. Zijn tweede in dienst van Feyenoord. Zijn eerste in de Kuip. Krijgt dus de voorkeur boven Vilena. Elia bewaart het overzicht. En een schot hoeft niet altijd hard te zijn. Maar als het schot geplaatst is, kan het ook succesvol zijn. Druk zetten van El Amadi. El Amadi die hier aan de bal komt. Kuit. Karsdorp. Snel de voorzet richting Kramer. Ja. Maar de hoek was lastig voor Michiel Kramer. Feyenoord heel even op het verkeerde been. Maar wel vijf man achter de bal. Misser Ziyech. Maar paasje is goed. Akjepong. Vermeer. Het is een teken van leven van FC Twente. Twente verloor 7 van zijn eerste 12 wedstrijden. Ter vergelijking, vorig seizoen liep FC Twente pas op 15 februari tegen de 7e nederlaag van het seizoen aan. Dit seizoen dus al in november. Kramer met de kans hier. Hoek lastig. Maar Drommel. En toch de goal. Weer Gustafsson. Drommel tikt hem voor de voeten van Simon Gustafsson, die zijn tweede maakt. Eerst Kramer, die hem net niet lekker aan kan nemen, dan toch probeert. En blijkbaar is die bal al erg lastig voor Drommel. Goeie paas van Venović. Zonder dat Feyenoord zich nou echt bovenmatig inspant, lijkt de overwinning misschien nu al binnen. Want van Twente weinig te vrezen. Van der Heijden. Sterk, El Giro Elia, die een ontzettend fitte indruk maakt in het eerste half uur, 35 minuten. Karsdorp verliet zijn positie rechts achterin en komt met deze voorzet. Waar je denkt Kramer gaat met zijn hoofd naar de bal, maar hij probeert het uiteindelijk met een uitgestoken rechterbeen. En komt dan centimeters tekort, Michiel Kramer. Veroverd door Jelle van der Heijden. Van Beek, El Amadi. En voor het eerst wordt Kuit weggestuurd. Voorzet Kuit, Kramer! 3-0 na, nou wat is het, 35 seconden in de tweede helft. En dan heeft hij dus zijn eerste doelpunt in de Kuip gemaakt. Michiel Kramer. Kuit weet natuurlijk als geen ander waar die bal moet komen. En dit is... Zoals Kramer ze zo vaak maakte voor ADO. Met de kop. Michiel Kramer en het is 3-0 voor Feyenoord. Kastatjikoglu. Paas van Kuit. Karsdorp. Hier komt El Amadi. En dat is 4. 4-0. Goeie voorzet van Karsdorp. Kramer valt om. Maar El Amadi heeft het overzicht en tikt hem achter Drommel. Zo is het eigenlijk alleen nog maar wachten op meer doelpunten van Feyenoord. Inmiddels Kuit. Kramer voor het doel. Daar komt ook Gustafsson. Hier is Basacikoglu, maar die raakt de paal. Eerste balcontact, notabene met het hoofd voor Bilal Basacikoglu. Kuit. Goed, Vilena. Kramer is er ook. Ah, Vilena. Ja, op de been blijven is ook een voorwaarde. Maar dat is op dat natte veld nog niet zo gemakkelijk. Corner inmiddels genomen door Ziyech. Als Karsdorp de motor weer heeft gestart. Grote passen. En dan is hij snel aan de overkant. En deze tackle kan echt niet door de beugel.
krijgen we dan een rode kaart. Ja, rood. Het is Hulsje. En die heeft dan 10, 15 seconden op het veld gelopen. Maar na deze tackle op Karsdorp is het einde wedstrijd. En dus moet Twente verder met 10 man. Het grootste gedeelte van het publiek is tot de laatste seconde blijven zitten. En komt er nog een toegift. Van Kuyt of van Kramer. Van Başakşehir. En dan is het dus toch nog 5-0. En al die mensen die dus tot de laatste seconde zijn blijven zitten, krijgen toch nog dit doelpunt te zien. Van Bilal Başakşehir, zijn tweede dit seizoen. 5-0 winst voor Feyenoord. Maar als Feyenoord beter was geweest, had het met veel grotere cijfers kunnen winnen vandaag. Het moet wel de 9e overwinning van het seizoen. En voor FC Twente is het de 4e nederlaag op een rij en het 5e verlies in 6 wedstrijden. Feyenoord passeert PSV op de ranglijst en staat nu 2e in de Eredivisie. Voor Twente wordt het een ontzettend moeilijk seizoen, maar dat wisten we eigenlijk al.